Ik ben Manu Kersen en ik ben eigenlijk hoogleraar verliesverwerking aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit in Leuven. Hoe kan je best omgaan met mensen in rouw? Ik zou zeggen, er zijn vier sleutels om de deur te openen naar toekomst voor mensen in rouw. En een eerste sleutel is luisteren. Luisteren naar mensen. Dat is vaak al heel moeilijk voor mensen, want mensen durven naar mensen niet naartoe te gaan om te zeggen, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Je moet niet gaan om allerlei te zeggen, maar je moet gaan met de vraag, wat zouden die mensen vanuit hun verdriet aan mij te zeggen hebben? En men moet luisteren. Een tweede belangrijke sleutel is informatie. Mensen hebben correcte informatie nodig over wat er is gebeurd. In vreselijke omstandigheden wordt mensen vaak die informatie onthouden, want men denkt, je moet hen daarmee niet lastigvallen. Of dat is te moeilijk voor hen. Nee, mensen hebben correcte informatie nodig. Een derde sleutel is, mensen hebben warmte en genegenheid nodig. Je moet eens kijken in de natuur wat er gebeurt met de bloemen. Door de warmte van de zonnestralen gaat een bloem open. Als de zon 's avonds ondergaat en het koud en kil wordt, gaat die bloem terug dicht. Dus zo hebben mensen ook warmte en genegenheid nodig om terug open te bloeien. En de vierde sleutel is herinneren. Laat de herinnering levendig zijn. En men zegt vaak aan mensen, je moet loslaten. Verwerken heeft niets te maken met loslaten voor mij. Dit is een verkeerde visie. Verwerken heeft alles te maken met anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Dus als men die vier sleutels zou onthouden en die op een heel consequente manier toepast, dan opent men voor mensen opnieuw deuren naar de toekomst.